Hey jij, leuk dat je meekijkt naar een nieuwe video en ik denk dat als jij deze video gaat toepassen in jouw leven, dan weet ik het niet. Maar dan gaat er heel veel veranderen voor de rest van je leven. We gaan het hebben over een gewoontestrategie die naar mijn mening alles kan veranderen voor je. Als jij nu wel eens terugvalt in oud gedrag, als jij nu bijvoorbeeld wel eens een dieetcursus hebt gevolgd of iets in een dieetding hebt gedaan en je valt weer terug in dat en je volgt iets anders en je blijft iets anders volgen en je volgt weer wat anders, dan is deze video heel top voor je. Hetzelfde geldt voor elke andere gewoonte. Dus als jij steeds maar blijft roken terwijl je dat eigenlijk niet meer wilt, dan wil je deze strategie gaan toepassen. Als je minder alcohol wil drinken, of misschien helemaal niet meer, maar het lukt maar niet, je blijft het toch maar doen, dan is deze video goed. Als jij te veel op je, ik heb hem nu zelfs niet eens bij mij, mijn mobiel, maar op je telefoon kijkt en je wilt daar juist veel meer mee stoppen, dan gaat deze video jou helpen. En ik denk dat al deze kleine slechte gewoontes, bijvoorbeeld slechte gewoontes, als het een slechte gewoonte voor jou is, als jij het niet wil hebben, dan is deze video in mijn optiek magic. Dit is iets wat ik zoveel mogelijk train. Dit is wat ik teach. Dit is wat in mijn online programma's ook heel veel naar voren komt. Dit is natuurlijk een tipje van de sluier, om het maar zo te zeggen. In de programma's gaan we er veel dieper op in. Maar deze video kan je dan enorm gaan helpen. Dus, without further ado, laten we er gewoon in duiken. Ja? Dus de strategie waar ik het met je over ga hebben. Ik heb het al wel eens in sommige onderdelen van andere video's ook benoemd. Dus check ook even mijn andere YouTube video's over gewoontes en hoe je die kunt veranderen, et cetera. We gaan het hebben over de motivatiestrategie en de gewoontestrategie. Dit zijn twee strategieën die je kunt toepassen om je gewoontes te veranderen. Helaas passen de meeste mensen de motivatiestrategie toe. Wat betekent dit? De motivatiestrategie. In de motivatiestrategie laat jij je leiden door jouw emoties, door jouw gevoelens. Dus stel je voor, we gaan het even hebben over, ja, laten we het voorbeeld van het afvallen pakken. Dat is misschien een leuk voorbeeld, maar het kan elk ander willekeurig voorbeeld zijn op het gebied van gewoontes, oké? Maar stel je voor, jij staat op de weegschaal, jij woog altijd 70 kilo, maakt niet uit. En nu opeens op de weegschaal ben je 75 kilo. Je hebt gekeken en wow, en dat is voor jou de max, weet je. Dan wil je in actie komen. Het is een gevoel, het is iets van shit, ik weeg te veel. Ik wil hier iets anders mee gaan doen. Dus wat ga je doen? Je gaat opeens heel fanatiek naar de sportschool. Het is het moment dat je hele knop gaat omdraaien. Met goede voornemens zien we dit ook. Hè? In het nieuwe jaar gaan we knallen. In het nieuwe jaar gaan we dit doen. In het nieuwe jaar gaan we dat doen. En in het nieuwe jaar wordt alles beter. Oké? En hoe lang houden we dat vol? Nou, meestal, om eerlijk te zijn, nog geen maand. En als ik mensen coach in dit onderdeel, als ik mensen hierover spreek, dan is het eigenlijk altijd zo. Ja? Wat kun je daar tegen doen? En wat gebeurt er eigenlijk op dat moment? Dus wat is het proces wat daarin zit? En uiteindelijk kom ik natuurlijk met die andere strategie die veel beter gaat werken, in mijn opinie in ieder geval, om te gaan toepassen. Ja, dus wat gebeurt er met die motivatiestrategie? Jij gaat al die dingen doen vanuit emotie. Je weegt opeens die 75 kilo, alles moet opeens veranderen. Dus je gaat naar de sportschool. Je gaat veel te fanatiek naar de sportschool. Ja, dat kan. Hè? Het is heel goed om fanatiek naar de sportschool te gaan. Maar als je van nul naar heel fanatiek gaat, dan zit er zo'n ruimte tussen dat het je waarschijnlijk niet gaat lukken om het consistent op de lange termijn te blijven toepassen. En dit is iets wat we willen gaan creëren. Okay? Dus dat is één. Vervolgens, misschien ga je ook heel gezond eten. Opeens absurd gezond eten. Okay? Eerder deed je dat nog niet helemaal, maar nu alles moet helemaal kloppen. Ja? Je gaat ook op tijd naar bed. Je hele schema. Alles gaat gewoon over de kop. Okay? Ritmes. Ik ga eventjes overdrijven in dit voorbeeld. Ja? Ook als je één van deze dingen pakt, dus alleen naar de sportschool gaat bijvoorbeeld, is ook al hetzelfde effect. Je doet het vanuit emotie, vanuit gevoel. Dit is het belangrijkste onderdeel. Doordat je het vanuit emotie, gevoel doet, wat korte termijn is, op dat moment voel jij je zo. Misschien morgen niet meer, of over een maand niet meer. Blijf je op dat moment actie ondernemen. Dit is heel goed, want je neemt actie. Je doet het impulsief, maar je neemt actie. Dus je gaat naar de sportschool, je gaat gezond eten, et cetera, et cetera. Het probleem is dat het nog geen gewoonte is op dat moment. En dus wat er gebeurt is dat je het wel even volhoudt, maar na 1 week, 2 weken, 3 weken zie je misschien toch niet helemaal het goede resultaat eruit komen. Of je ziet wel heel veel resultaat en daarna denk je van, hé, ik kan er wel weer mee stoppen. Dit zijn allemaal opties die mogelijk zijn.
Wat wel gebeurt is in ieder geval is dat je op de korte termijn weer terug gaat vallen in oud gedrag, omdat je er geen gewoontes van maakt. Dus je gaat, weet je, lukraak naar de sportschool. Dus soms ga je misschien op een maandag, dan op een dinsdag, dan op een vrijdag. Maakt allemaal niet uit, maar je gaat. Alleen op een gegeven moment gebeurt er weer iets anders in je leven. Meestal is dit ook het geval. Waardoor het drukker wordt en je hebt er opeens geen tijd meer voor. Of iets gebeurt er waardoor je terugvalt in het oude gedrag. Nou, dit komt doordat je de motivatiestrategie toepast in plaats van de gewoontestrategie. Die gewoontestrategie, laten we daar eens naartoe gaan. Stel je gaat dit toepassen op de rest van je leven op je gewoontes. Dan denk ik dat het heel veel voor je gaat veranderen. Die gewoontestrategie is namelijk niet... Wordt niet beïnvloed door jouw gevoelens. Dus of jij je nou goed voelt of slecht voelt, je gaat naar de sportschool. Of jij je nu goed voelt of slecht voelt, je gaat op tijd naar bed. Ik noem maar gewoon voorbeelden. Maar je past ze altijd toe, ongeacht van hoe jij je voelt. En dit is de kracht van echt hele goede gewoontes en routines ontwikkelen die de rest van jouw leven gaan beïnvloeden. Want laat eerlijk zijn, hoe meer jij van deze goede gewoontes kunt toepassen, hoe gelukkiger jij in het leven zal staan, hoe meer energie je hebt, hoe meer motivatie je hebt, alles wordt eigenlijk beter. Er zijn een paar verschillen in deze motivatiegewoonte. Ten eerste is het emotie tegenover ratio. En dus je wilt in dit geval, een gewoonte is heel mooi als het een ratio is, je denkt er niet meer over na, maar je doet het gewoon. Nou, dit kost tijd. En die tijd die nemen we vaak niet. Hè? Dus laten we het voorbeeld van die sportschool weer pakken. Je gaat opeens van 0 keer ga je naar 5 keer. Motivatiestrategie. Je kunt ook de gewoontestrategie toepassen. En je zegt oké, ik ga van die 0 keer. Ga ik eerst standaard 2 keer maken. Of 1 keer. Iets wat fijn voelt voor jou. Maar ik ga die 2 keer pakken. En ik ga dit 3 maanden lang doen. Op dezelfde dag. Op hetzelfde tijdstip. Oké, zo je pakt één moment, dus bijvoorbeeld een dinsdag en vrijdag om 8 uur 's avonds na het werk, ga je naar de sportschool. Die 2 momenten pak je en die blijf je toepassen. Elke keer, elke week opnieuw. En je doet dit voor minimaal, ik zeg nu even 3 maanden, het hangt van heel veel factoren af wat wel en niet werkt, onderzoeken tonen een soort van aan dat het 1 maand is, maar dit is een klein onderzoek wat echt niet zo heel handig is om toe te passen. Dus zeker iets meer tijd. Toepassen is vaak beter. Maar nogmaals, het hangt er vanaf. Ga je al naar de sportschool, dan is het makkelijker om die 2 keer vol te houden. Heb je dat nog nooit eerder gedaan, dan moet je langer de tijd pakken. Dus dit moet je allemaal voor jezelf checken. Dit is persoonlijk. En dit is waar ik mensen ook persoonlijk in begeleid en help op dit gebied. Dus dit is maatwerk en dit moet je voor jezelf gaan checken. Dus laten we voor dit voorbeeld nemen, je doet het 3 maanden. Na die 3 maanden... denk je niet meer na, je gaat elke dinsdag en vrijdagavond ga je gewoon naar die sportschool. Het is een gewoonte geworden. Het kan ook zijn dat dit nog niet zo is, dat je echt over na moet denken, dat het een struggle is, dat je denkt, oh ja, het moet wel weer. Dan wil je het nog langer doen dan die 3 maanden. Ja? Dit is het hele punt. Totdat het een gewoonte is geworden. Als het een gewoonte is geworden, dan ga je die 2 momenten altijd heen. Het kost je geen energie meer, je doet het gewoon. Dit is het moment, dat is wat je wil bereiken. In die tussentijd, die 3 maanden... dat is de tijd waar je echt gefocust over zijn op die gewoonte. En de mensen pakken niet de tijd om er een gewoonte van te ontwikkelen. Ja, en dan wordt het heel moeilijk. Of ze pakken bijvoorbeeld heel veel gewoontes tegelijkertijd. En dat gaat ook niet werken. Ja. Dus daarom kost het tijd in het begin. Maar op de lange termijn ga je het vervolgens altijd doen. En altijd blijf je het volhouden. En hoef je er niks meer aan te doen. En kun je door naar bijvoorbeeld een volgende gewoonte om jezelf verder te ontwikkelen. Dit is het effect van de gewoontestrategie. En dit is dan gebaseerd op het ratio in plaats van de emotie, wat je dus bij dat andere stuk ziet. Iets anders, wat we bij de motivatiestrategie zien, is dat het met ups en downs werkt. En dus het is afhankelijk van jouw gevoel. Hey, ik ga nu wel naar de sportschool, dan weer niet. En dus je hebt gewoon zoiets van, ik voel me vandaag wel lekker, ik ga vandaag. En dan voel je je misschien een maand lang niet zo lekker, omdat je misschien veel ontslag hebt gehad van je werk. Je hebt een relatiebreuk, er is iets gebeurd waardoor het opeens minder gaat. Ja, dan ga je opeens een week niet... 2 weken niet, 3 weken niet, een paar maanden, voor je het weet ben je een paar maanden verder of zelfs een paar jaar, dat je niet aan de slag bent, omdat jouw gevoelens niet op dat moment je niet aanstaan, dus je gaat niet naar de sportschool. Ja, dus dit heeft te maken met ups en downs wanneer je het wel en niet doet. Die routines, de gewoontestrategie, past stabiliteit toe. Blijf je toepassen, ook in de downs blijf je gaan, omdat het al zo'n sterke gewoonte is dat je dat stuk gewoon oppakt. Inconsistentie tegenover consistentie is een andere. Dus motivatiestrategie is heel inconsistent. Soms ga je wel, soms niet.
En we hebben de consistentie. Met de gewoontestrategie blijft het altijd doen. En we weten allemaal dat consistentie heel belangrijk is om gewoontes te ontwikkelen, om succes te behalen, om gelukkig te zijn ook in je leven. Natuurlijk wil je niet van alles een gewoonte maken, daar moet je ook een balans natuurlijk in vinden. Maar voor de belangrijke dingen waarvan je denkt, hé, ik wil dat als een structuur hebben, gaat dat heel goed werken. Je hoeft er geen energie in te besteden en met die energie en met die tijd kun je weer andere toffe, leuke, spontane dingen doen. Impulsief tegenover controle is er ook eentje. Hè? Dus je doet dingen vanuit impuls en je doet dingen vanuit je hebt controle. In de gewoontestrategie heb jij eigenlijk controle over jezelf, over jouw gewoontes. Korte termijn tegenover lange termijn. Gewoontestrategie is gebaseerd op de lange termijn. Kun je die gewoontes meer en meer ontwikkelen, dan werkt dat dus heel goed om toe te passen. Ik vergelijk dit heel vaak met de sprinter en de marathonloper. En dus ben jij een sprinter of een marathonloper? Nou, je bent een sprinter als je dus heel veel motivatiestrategieën toepast. En je bent impulsief, je rent. Zeg maar, stel, dit is een berg, de bergtop. Dit is een doel wat je wil behalen. Je sprint die berg op. Maar ja, halverwege ben je al zo moe. En echt zo moe dat je niet eens meer omhoog gaat. Je bent zo moe dat je denkt, ja, ik ga weer terug. Of ik blijf op het punt waar ik ben. Terwijl de gewoontestrategie denkt van oké, ik neem gewoon één stapje. De volgende dag neem ik nog een stapje. De volgende dag neem ik nog een stapje. En je wordt niet zo heel moe. Maar je blijft wel de hele tijd voor. En daardoor blijf je juist de hele tijd vooruit gaan. En elke keer pak je een stapje, 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 stapje. En op een gegeven moment kom je bij die top. En het grote verschil met die sprinter is in het begin. De sprinter is veel sneller. De sprinter gaat veel sneller dan die marathonloper. En is al halverwege die berg. Voordat de marathonloper misschien niet eens op een kwart zit. Maar dan opeens stopt de sprinter of gaat niet meer zo snel. En dan komt de marathonloper op een gegeven moment steeds dichterbij. Dus in één maand tijd is de sprinter misschien zo ver. En de marathonloper zo ver. En dan, laten we zeggen, na 3 maanden is de sprinter nog steeds hier. Of is zelfs al helemaal teruggekrabbeld. En de marathonloper is opeens al halverwege of nog al 3/4. En is nog steeds onderweg. Heeft nog steeds de controle over zichzelf. De stabiliteit. Waar ik het net over heb gehad. En dit is de kracht van de marathonloper ten opzichte van de sprinter. En ik denk dat als we het hebben over gewoontes die je wilt ontwikkelen, goede gewoontes en slechte gewoontes die je wilt afleren eigenlijk, dan denk ik dat de gewoontestrategie het voorbeeld is van hoe je dit wilt doen. En dat je dus op deze manier van een sprinter een marathonloper wilt worden. En dat kun je dus doen door de focus te hebben op de lange termijn, kleinere stappen te zetten, maar wel de hele tijd altijd te blijven gaan, gaan en gaan. En echt focus houden op dat kleine stapje. Ik heb hier trouwens meerdere video's over opgenomen, ook de 1 minuut actie. Misschien ben je er al bekend mee, is voor mij het symbool van die kleine stapjes. En dus elke dag 1 minuut werken aan een bepaalde gewoonte kan jou helpen om dan die stappen te zetten. En dit is allemaal symbolisch. Hè? Dus die 1 minuut kan ook een 1 uur actie zijn per dag. Of bijvoorbeeld zoals het voorbeeld van de sportschool. Dan is die 1 minuut actie eigenlijk 2 momenten in de week. Ja. Dus het staat symbool in ieder geval voor die kleine stappen die je iedere keer zet. Om uiteindelijk tot dat grotere doel te komen. En als je dit toepast, kan dat heel veel voor je leven denk ik veranderen. Dus ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Laat mij ook eventjes weten. Ik ben heel benieuwd of jij dit herkent. Herken jij de motivatiestrategie? Herken jij de gewoontestrategie? Welke van die twee pas jij nu al het meeste toe? En wat zou jij kunnen doen om steeds meer en meer en meer die gewoontestrategie in jouw leven toe te passen? En wat zou dat voor de rest van jouw leven gaan betekenen als jij dat kunt doen op die manier? Laat hem eventjes weten in de reactie hieronder wat je vond van deze video, tips of je herkenning hierin hebt. Geef even een duimpje als je dit een leuke video vond. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je meer van dit soort informatie wilt over persoonlijke ontwikkeling en ook over online ondernemen. Dan hoor ik de volgende keer natuurlijk graag weer van je en hoop ik jou weer te zien bij een volgende video. Denk groot, start klein.